Jovi Bults is een jongen met ernstige beperkingen. En daarom wilde men hem graag een mooie dag bezorgen. En Linda Vierkus had eens gehoord dat de CS-rijders uit Assen vaker toertochten organiseren voor mensen met een beperking. Dus legden zij contact met de club uit Assen. En die bleken snel te willen meewerken. En zo kwamen er maar liefst 40 motorrijders uit Assen naar Wildervank. Alles moest natuurlijk in overleg met de ouders van Joey. En daarom had Linda nog een verrassing in petto. Want ze had namelijk contact gelegd met al haar motorvrienden. Hier wordt Joey nog eventjes goed ingepakt door zijn moeder. Linda hier op de rode motorfiets gaat mee voorop. De CS-rijders die hier met hun aanvoerder voorop staat is een broederschap en biedt een helpende hand voor kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling of met beperking. En zij hebben alles ontzettend georganiseerd. En bij het clubhuis van de motorclub M33 aan de Jan Kokweg staan nog eens ongeveer 50 motorrijders te wachten om mee te doen aan de toertocht. Het wordt dus een hele happening met ruim 100 motoren. En hier zien we de CS-rijders uit Assen inmiddels de Jan Kokweg oprijden.
En nadat de spelregels waren uitgelegd en iedereen was opgesteld, ging men richting Wildervangst de Dallen. Het werd een prachtige toerrit die via de Wildervangsterdallen richting Stadskanaal en boven Pekela ging. En uiteindelijk kwamen ze weer terug bij het clubhuis van Motorclub N33. En de CS-rijders uit Assen brachten Joey weer thuis. De toertocht werd voor Joey een dag om nooit te vergeten. En ook voor zijn ouders een mooie dag om hun zoon zo te zien genieten. En hier worden de mannen uit Assen uitgezwaaid door de familie van Joey en Joey zelf. Tot zover onze reportage over een geweldige actie van 100 motorrijders die Joey Bult een onvergetelijke dag hebben bezorgd.